Ja, jullie denken misschien, waar loopt hij nou weer rond? Maar ik ben in Amsterdam Geuzeveld, in het nieuwe westen van de stad. Daarachter was vroeger het Andriessen Hof. En dat was het enige straatje in Amsterdam dat genoemd was naar een Ajax-speler. Nou, je ziet, het is helemaal in verbouwing hier. Er wordt druk gebouwd en de Andriessen Hof wordt een Andriessen straat. Dus nou ja, de enige Ajaxstraat in Amsterdam wordt nu in elk geval een echte straat. Die straat is vernoemd naar Wim Andriessen junior. En omdat Ajax deze maand 110 jaar bestaat, leek het me een mooi moment om misschien eens wat over hem te vertellen. Want bij het grote publiek zijn die vooroorlogse Ajaxiden niet zo heel erg bekend. Terwijl ook toen had je grote Ajaxiden zonder wie de club er nu anders had uitgezien. Wim Andriessen senior was misschien wel de allergrootste vooroorlogse Ajaxiet. Hij werd geboren in 1903, geboren Amsterdammer. En hij stond als klein jongetje al aan de zijlijn te kijken naar de wedstrijden van Ajax. Maar toch was Ajax niet de eerste club waar hij echt furoren maakte. Dat was bij het Gooi in Hilversum. En daar ontwikkelde hij zich tot een prachtige, statige linksmidden met een hele mooie, lange trap. Pas in 1925 kwam hij naar Ajax. Daar zou hij 15 seizoenen spelen. In totaal 309 wedstrijden in het eerste elftal. En hij werd ook aanvoerder. Hij was een leiderstype. Een speler tegen wie de jonkies opkeken. Wim Andriessen senior haalde ook het Nederlands elftal. En ook daar werd hij aanvoerder. Hij schopte tot 46 interlands in totaal. Met Wim Andriessen als aanvoerder beleefde Ajax zijn eerste echte glorietijd. De jaren 20 waren wat minder. Toen was er geen enkele prijs op landelijk niveau gepakt. Maar in de jaren 30 stroomden de titels binnen. Afdelingskampioenschappen, landstitels ook. De helft van de jaren 30, 5 van die 10 jaren, was Ajax kampioen van Nederland. Onder de legendarische Engelse trainer Jack Reynolds en met Wim Andriessen als aanvoerder werd Ajax eigenlijk echt een Nederlandse topclub. Voetbal was in die tijd nog een amateursport en Wim Andriessen was politieagent. Soms kwam het voor dat hij dienst had op zondag wanneer Ajax moest voetballen en dan kon hij niet meedoen. Daar baalde hij enorm van, vooral als hij dienst op het Ajax-terrein aan de Middenweg had. Daar liep hij dan als politieagent terwijl zijn teamgenoten aan het voetballen waren. Later in de jaren 30 werd hij portier in het gebouw van de Nederlandse Bank en dat viel een stuk beter te combineren met het voetbal bij Ajax. Vrijwel de hele carrière van Wim Andriessen senior speelde zich af voor de Tweede Wereldoorlog. Hij zette er een punt achter aan het einde van het seizoen 39-40. En zo kwam het toevallig zo uit dat hij zijn laatste wedstrijd speelde thuis tegen Haarlem, 11 dagen nadat Nederland bezet was door Nazi-Duitsland. Wim Andriessen senior zou het einde van de Tweede Wereldoorlog helaas niet halen. Op 18 juli 1944, vlak eigenlijk nadat de geallieerden waren geland in Frankrijk en de bevrijding aanstaande leek te zijn, overleed hij aan een longontsteking. Tijdens de oorlogsjaren, dat waren de laatste jaren van zijn leven, schreef Wim Andriessen senior zijn voetbalmemoires. Klein, dun, bescheiden boekje. Voetbalherinneringen heet het. Een paar jaar geleden heb ik een exemplaartje tweedehands op de kop getikt. Ik beschouw het als een van de pronkstukken in mijn Ajax-bibliotheek. Het is een groot Ajax-geslacht, de familie Andriessen. Na de oorlog zou ook Wim junior, de zoon van Wim senior, 10 seizoenen lang in Ajax 1 spelen. En ik vind het mooi dat die familienaam voortleeft op de kaart van Amsterdam. Hier in de Andriessenstraat, de gloednieuwe Andriessenstraat. In Eindhoven hebben ze een Ajax-laan. En in Rotterdam een Ajaxstraat. Ik vind dat wel grappig om eerlijk te zijn. Hier in Amsterdam hebben we vooralsnog, ik hoop dat er nog meer bij komt, alleen de Andriessenstraat. Je kunt nog huizen kopen trouwens.